Limburg stemt af. Stemt af op toonaangevende mensen in de sector. Een onderbouwd expertiseveld met content om van te smullen waar leerkrachten, leerlingen en scholen mee aan de slag kunnen gaan. Een project is een taak, een activiteit, een element dat eigenlijk moet uitgevoerd worden binnen een bepaalde tijd. En op het einde van dit project gaan we ergens iets unieks, een dienst, een product, een resultaat eigenlijk gaan afleveren. Langs de andere kant management, dat betekent hoe gaan we dat nu eigenlijk gaan doen? Hoe gaan we vanaf nul vertrekken, van bij het begin van het project, ergens iets gaan afleveren? Laten we veronderstellen dat we een feest gaan organiseren. Nu, wat betekent dat een feest organiseren? Ik moet misschien een feestzaal gaan hebben, ik moet een cateraar eigenlijk gaan bestellen, ik moet uitnodigingen gaan doen, misschien moeten we bepaalde drankjes gaan klaarmaken en dergelijke. We moeten duidelijk gaan bepalen wat moeten wij eigenlijk afleveren. Dus binnen elk project gaat een projectmanager zich steeds bezighouden met drie elementen. Wat moet ik u afleveren? Hoeveel tijd heb ik om dit af te leveren en wat mag dit kosten eigenlijk in gast gebeuren? En beeld in dat je zelf een drankje moet maken. Iets zeer eenvoudig. Beeld in dat je limonade gaat gaan maken. Dan moet je je de vraag stellen, om limonade te maken ga je bijvoorbeeld water nodig hebben. Dus je gaat dus water moeten gaan halen. Je gaat op een bepaalde plaats moeten weten waar je het water kunt gaan halen. Je gaat er misschien smaakstof moeten bijdoen. Je gaat er misschien suiker moeten bijdoen. Je gaat die in een bepaalde bokaal moeten gaan zetten. Je hebt een aantal stappen eigenlijk die we gaan uitvoeren. Wat we eigenlijk gaan doen is, wat finaal moet afgeleverd worden, gaan we dermate in stukken breken. En we heten dat een work breakdown structure eigenlijk, dat we zeggen, kijk, dit zijn allemaal de samenstellende elementen, dit zijn allemaal de samenstellende taken. En als we deze taken eigenlijk uitgevoerd hebben, dan gaan wij eigenlijk onze limonade klaar hebben. En dan de basis is, we gaan aan elk van de personen die gaan meewerken aan de organisatie van de feest zeggen, wilt jij het water gaan halen? En wilt jij de smaakstoffen gaan halen? En wilt jij de bokaal gaan halen? En wilt jij dan de smaakstoffen bij dat water doen? En wilt jij dan die limonade binnen dat bokaal of in de bokaal gieten en dergelijke? Dit is hoe dat we eigenlijk dat allemaal in verschillende activiteiten uitvoeren. We gaan aan de leerlingen vragen, je moet een bepaald project eigenlijk gaan uitvoeren. Ze gaan een team gaan samenstellen en ze gaan zeggen, oké, als we dat project moeten gaan eigenlijk uitvoeren, dit is het stappenplan die we eigenlijk gaan gebruiken om dat project gaan uitvoeren. Want we mogen niet vergeten, als we met projecten bezig zijn, aan de stuurknuppel, daar zit de projectmanager in gans het gebeuren. Hij met zijn team, maar hij finaal is verantwoordelijk om af te leveren wat er moet afgeleverd worden binnen tijd en binnen budget. Taken uitvoeren, zeggen wat ik moet doen, wat er moet afgeleverd worden, binnen hoeveel tijd en wat het mag kosten. Dat is wat we heten eigenlijk de technische aspecten van het projectmanagement gebeuren. Maar er zijn zoveel meer zaken eigenlijk die er in meegenomen worden. Een project is eigenlijk ook, met allemaal die verschillende taken die moeten uitgevoerd worden, dat moet je een beetje gaan visualiseren zoals een productielijn. En die kabels die tussen die verschillende apparaten, tussen de mensen die de verschillende taken eigenlijk uitgevoerd hebben, dat is communicatie eigenlijk. Een van de basiselementen om op een degelijke manier projecten eigenlijk uit te voeren, dat is een degelijke communicatie hebben. Dus daarbovenop, door het feit dat een project ergens iets nieuws is, iets wat we eigenlijk nog nooit gedaan hebben, dan gaan we moeten leren zeer creatief te denken eigenlijk. Hoe gaan we nu eigenlijk die zaken gaan afleveren? Hoe gaan die zaken er eigenlijk uitzien? En hoe ga ik dat klaarspelen binnen een bepaalde tijd en binnen een bepaald budget? En tezelfde tijd gaan we eigenlijk ook leren zeer kritisch na te denken. Om te zeggen, moet ik dit eigenlijk wel doen? Is dit wel een taak die ik moet doen? Is dit wel een uitgave die ik eigenlijk moet gaan doen? Is dit wel zeer nuttig of minder nuttig of heel niet nuttig eigenlijk om tot een bepaald resultaat te komen? Vier belangrijke zaken dus die we op zijn minst gaan. Zijn er ook nog meer eigenlijk, maar die dadelijk voor het oog springen is van betere communicatie, goed leren samenwerken, kritisch denken, zeer creatief denken. Dat is zaken die je als, zullen we het zo heten, als een soort van spin-offs gaat gaan meenemen eigenlijk van te leren van hoe werken we nu projectmatig werken naast het technische gebeuren van hoe ga ik nu alles gaan afleveren binnen tijd en binnen budget.